Vrijdag liepen de collegebanken in het LUMC vol met leerlingen van het Rijnlands Lyceum uit Oegstgeest. Ze waren daar voor een nieuw onderwijsprogramma over life sciences. Leren overleven. Door middel van een activerend onderwijsprogramma maken leerlingen uit het voortgezet onderwijs kennis met uiteenlopende aspecten van life sciences. Initiatiefnemer van het project is Technolab Leiden. We hebben met leerlingen van het Rijnlands Lyceum, maar ook van andere scholen, hebben we 3 programma's gedaan. Oncologie, neurologie en onderzoek hoezo. En daarin hebben ze op verschillende manieren met wetenschappers kennis gemaakt in het LUMC en van de bedrijven op het Bioscience Park. Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben gesproken met een aantal professoren, een aantal bedrijfsleiders van bedrijven die betrokken zijn met neurologie, ontwikkeling van medicijnen. En daar hebben we eigenlijk geprobeerd door in die kleine stapjes de grote vragen achter de neurologie te beantwoorden. En wat is het doel hiervan? Het doel is om leerlingen op een andere manier zeg maar, aan hun talenten te laten ontdekken of herkennen wat ze goed kunnen. En een beetje te verkennen van hoe het is als je geneeskunde gaat studeren. Wat je dan allemaal tegenkomt en wat je daar allemaal mee kunt. Wat heb je hier nou van geleerd zelf? Wat ik hiervan geleerd heb? Nou, vooral ik ben heel wel van over het vak zelf, over geneeskunde. Heb ik al veel geleerd, daar wist ik niet zoveel van. Maar ook wat ik vooral zelf geleerd heb over positief zijn. Dat je echt als positief bent, dat zoveel helpt met allerlei verschillende dingen. En heeft het je enthousiast gemaakt voor de wetenschap? Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja. Ik was eerst een beetje moi, maar nu ben ik toch wel, het is toch wel heel mooi om een iets met geneeskunde of met wetenschappen, om mensen te helpen. Dat is wel heel erg mooi. En hoe is de samenwerking met Technolab voor jullie bevallen als Rijnlands Lyceum? Nou, tot nu toe heel goed. Dit is een van de onderdelen van de samenwerking. Wij werken op dit moment ook met de brugklasse en tweede klasse met Technolab samen. Dat heeft een behoorlijke claim gelegd op schoolorganisatie. Aan de andere kant, we willen leerlingen iets meegeven over hun toekomst. En Technolab biedt ons daar een goede mogelijkheid toe. Hier zijn we eigenlijk op de beta-kant van de wetenschap. Is dat om te stimuleren dat zometeen dat Bioscience Park wat nog groter moet worden, dat daar zometeen ook wel werknemers zijn? Ja, dat is in ieder geval wel een reden ook. Ja, dat we ook willen stimuleren dat kinderen die goed zijn in bed en dat leuk vinden, dat ze dat ook gaan doen. Niet per se dat we zieltjes willen winnen daarvoor, want als je iets anders leuk vindt, moet je dat ook vooral gaan doen. Maar wel duidelijk maken van wat je hier allemaal kunt. De eerste fase van het project Leren Overleven wordt op 7 februari afgesloten. Dan ontvangen de leerlingen uit handen van wethouder Frank de Wit hun eerste deelcertificaat.